Vroeg je zondag een gelijk spel, 0-0 tegen, nou ja, toch wel kunnen we zeggen, een titelkandidaat. Voelde dat een beetje als winst, gewoon een puntje pakken daar? Ja, ik denk dat het sowieso een titelkandidaat is. Zij staan al anderhalf jaar op die positie. Ja, uiteindelijk wel. Hè. En ik denk dat best wel veel de nadruk heeft gelegen op het verdedigen wat we hebben gedaan. Alleen we hebben afgelopen maandag ook met elkaar gezeten van ja, aan de bal had het nog wel een stuk beter gekund. Hè. Er waren ook wel mogelijkheden voor, alleen ja, dan waren we heel slordig of de keuzes waren niet goed. Dus wij vonden wel dat er ook voetballend gezien meer uit te halen was. En nou goed, daar hebben we de nadruk op gelegd. Maar uiteindelijk denk ik dat we blij kunnen zijn met een punt tegen Cambuur. En die hebben volgens mij twee keer eerder niet gescoord deze competitie. Ja, die twee wedstrijden verloren ze ook. Tino, moet je dus gewoon winnen. Bekerwedstrijd wat er zo tussendoor komt. Bekerwedstrijden zijn altijd wedstrijden op zich, hè? Ja, ik denk dat het een hele mooie kans voor ons is om heel snel in de kwartfinale te komen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk geluk gehad met die wedstrijd die eruit is gegaan en de loting daarna. Ik denk dat Fortuna de laatste weken uitstekend doet, een ploeg met vertrouwen. Maar wel een ploeg waar je tegen kunt voetballen en waar je ook weer ruimtes krijgt om te voetballen. Jij zegt ook al, een bekerwedstrijd is een wedstrijd op zich. Nou, dat willen we ook graag laten zien. En voor ons een mooie kans om ons te laten zien tegen een Eredivisieploeg. En ja, wat ik al zeg, één wedstrijd en je bent in de kwartfinale. Ja, is het dan ook een mooie test voor jou voor wat spelers om die eens te gebruiken en te kijken wat die aan kunnen? Nou ja, daar zitten we wel naar te kijken of we daar misschien één of twee of drie aanpassingen doen om ook een aantal jongens te zien. We hebben natuurlijk eigenlijk geen oefenwedstrijden meer. Dus je hebt een aantal jongens die wat minder spelen. En we gaan deze beker wel heel serieus aan. Dus we gaan wel proberen het geraamte zoveel mogelijk in tand te houden. En we hebben ook vertrouwen in die jongens, dus dat is geen probleem. Ja, nou, zou er een nieuwe speler onderweg zijn naar de Goffert? Kun je daar iets meer over vertellen? Ik heb niemand nog zien rijden of zo, dus ik heb eigenlijk nog niet zoveel ideeën. En nieuwe spelers laat ik altijd graag aan Wilco over. En op het moment dat ze er zijn, dan praat ik erover. Kijk, we hebben gekeken naar Messi, maar die schijnt niet vrij te zijn. Dus toch net niet.